welkom in deze nieuwe video van Bos. En vandaag gaan we eens kijken wat er allemaal staat rond de markt en zo. Want morgen komt er iemand naar me toe en dan weten we precies wat er staat. En dan kan ik het ook gemakkelijker naartoe gaan. Het zijn deze weekend vredesfeesten. Wat er nu wel het verschil is dan het jaar ervoor en het jaar daarvoor. Dat er geen ballons opstijgen op de markt, maar wel op geheime locaties. Misschien hier in de buurt, maar daar kan ik momenteel niet naartoe. Wegens de corona natuurlijk nog altijd die maatregelen, die zijn er ook nog allemaal. Heb ik nu eventjes de grote lens mee. Want moest ik niet op tijd thuis zijn en ik zie ballons, dan kan ik die toch even goed trekken voor op mijn pagina. Dus dat gaan we nu eventjes doen eigenlijk. Een stukje een rondleiding doen. En ik hoop dat de batterij het volhoudt, want die heeft maar twee streepjes. En ik wist niet dat ik die nog moest opladen. We lopen hier nu door het park. Het is vrij rustig, maar hier is minder zon. En dat is beter voor de wondjes op mijn opperhand. Dan vliegt dat verschrikkelijk. Ik heb gemerkt, het is ook nog veel te warm voor mijn huid. Dus is dat wel beter. We gaan even over de markt gaan en dan gaan we eens naar de bank. En dan gaan we kijken wat er allemaal staat. Dus dan ga ik ook een kort filmpje maken. En ik hoop dat de batterij het uithoudt. Alleszins. Dus laat ons hopen natuurlijk. Hè. Want dat zou wel heel leuk zijn moest de batterij dat ik uithouden. Want anders dan kunnen we geen filmpje maken. Ik heb er niet aan gedacht om je op te laden. Ik weet, het is dom. Maar ja, niet aangedacht. Ja, het is echt een beetje een doolhof, want het zit achter ons hekken. Dus we geraken er niet gemakkelijk meer door. We zijn ook al herkend geweest. Dat ga je straks zien als ik de video van de live online zet. Dus, maar dat je goed kunt zien, het staat hier echt al helemaal slot. Dus we moeten een beetje omgaan. Dus, en dat gaan wij nu ook doen. Een beetje omgaan. Yes, man. Dus, maar we komen er wel, uiteindelijk. Het is toch vermoeid om zo te wandelen hoor, want ik begin het toch wel te voelen eigenlijk. Maar het komt goed. Maar nu kan ik op mijn eigen tempo wandelen, dus dat is al iets. We zijn nu terug op het punt waar we er net waren. Ongeveer. Dus, ik hoop dat we daar kunnen passeren. Alleszins, we kunnen het maar proberen. Hier staat zo'n groot podium. En dat is waarom dat het nu momenteel hier moet rondgaan eigenlijk. Dat heb ik de vorige keer al laten zien. Kijk hier. Dat is het podium. En daarom moeten wij nu eens rondgaan. Dat hoort erbij en dan neem ik er wel bij natuurlijk om eens rond te gaan. Raad het nummer. Zo is ik afvragen waarom is dat dan gesloten. Dat is omdat het alleen maar kan. Met dat je coronavrij bent. Ik ben ook coronavrij. Maar het is nu al. Kijk, kan je goed zien. Ik kan mijn armen niet hoger doen dan dat. We gaan richting de markt nu. Veel fietsers momenteel. Hoe ben je?
Hallo, welkom. Kijk hier, dit staat hier ook nog op de markt. Kijk. Dus hier zijn we. Hier is het ook weer volledig afgesloten. Tot en met. Dat we niet door kunnen. Ik heb dan hier een... De regenboogkleuren, zie je? Oh, mooi. Fontein. Knap, hè? Even hier een beetje zitten op de bank. Want het is wel een beetje vermoeiend om heel de stad rond te wandelen momenteel nog. Maar het gaat wel. Zo. Zo. We hebben zo heel mooie bloemen achter ons. Super mooi. Vond je dit een leuke video? Zeker te mogen, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.